In mijn vorige video had ik laten zien hoe je deze stempels kunt uitstansen met de daarbij behorende stansjes. Deze pinecone set bestaat uit 3 formaten dennenappels, waarvan de 2 grote formaten 4 stempels hebben. De kleine set heeft er 3. En deze stempels kun je over elkaar heen stempelen. Je start met de dichtste stempel en deze stempel je met een lichte kleur inkt. De daaropvolgende stempels stempel je steeds een tint donkerder. De laatste stempel stempel ik met witte embossingpoeder, zodat het lijkt of er sneeuw op de dennenappel ligt. Met de kleine maatjes doe je eigenlijk gewoon hetzelfde. Ik heb gekozen voor de inkt van My Favorite Things in de kleur Naturel Craft Chocolate Brown. En natuurlijk de witte embossingpoeder. Zelf vind ik het het handigst om de stempels met de inkt op volgorde van stempelen neer te leggen. De dichte stempel beïnkt ik met naturel en maak een afdruk. Geef de inkt de kans om goed in het papier te trekken. Met de stempellineaal maak ik de tweede afdruk. Ik leg het stempelkarton even aan de kant. Op de gladde kant van de transparante sheet stempel ik de tweede stempel. Ik leg de transparante sheet strak in de hoek van de stempellineaal. Druk de acrylblok met de stempel ook in de hoek van de liniaal en maak een afdruk. De stempel zit nu op de transparante sheet. Deze sheet kan ik over het stempelkarton heen positioneren. Als ze op de juiste plaats ligt, leg ik de liniaal tegen de sheet aan, ook weer strak in dezelfde hoek. Ik beïnkt de stempel opnieuw en leg de sheet aan de zijkant en maak de tweede afdruk door het acrylblok ook weer in de hoek te leggen om een afdruk te maken. De afdruk zit nu op de juiste plaats en ditzelfde herhaal ik met de andere stempels. Plak de stempel op het acrylblok. Beïnkt de stempel met chocolate brown. Leg de sheet in de hoek van de liniaal. Stempel op de transparante sheet in de hoek van de liniaal. Positioneer de sheet over de dennenappel. Sluit de liniaal aan in de hoek van de sheet. Haal de sheet weg. Beïnkt de stempel en druk hem af strak in de hoek van de liniaal. Als laatste stempel ik Versamark. Alleen zie je de Versamark niet op de transparante sheet. Ik maak hiervoor eerst een afdruk met een donkere tint inkt op de transparante sheet. Ik stempel in de hoek van de liniaal op de sheet en maak de stempel goed schoon met een stempelcleaner. Zorg er wel voor dat de stempel niet van het acrylblok afkomt en goed blijft zitten. Met Versamark beïnkt ik de stempel. Positioneer waar de afdruk moet komen door de sheet op de juiste plaats te leggen. Leg de liniaal strak in de hoek, haal de sheet weg en maak de afdruk ook strak in de hoek. Strooi er bossenpoeder overheen, klop zachtjes af en verhit met de heat tool. En dit is het eindresultaat van de dennenappel. Om te zien hoe je deze kunt uitstansen, verwijs ik je naar de vorige video.